Jullie kennen mij. Elke sandbox game die ik maak, altijd alles vol. Maakt niet uit, alles volgebouwd. Hey, hallo iedereen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Mijn naam is Vincent en je kijkt natuurlijk naar Vrijheidspark Freudenthal. En we gaan uiteraard weer verder werken aan het park. Dit keer geen podcast, maar wel iets heel belangrijks, namelijk de toekomst van dit park. We gaan hier en daar wat dingen uitstippelen. We gaan kijken welke attracties we gaan gebruiken. Gewoon allemaal voor natuurlijk de toekomst. Nou, jullie weten uiteraard dat ik vorige keer, nou ja, toch alweer een paar weken geleden, ben begonnen aan een treinstation. En uiteraard, het is een beetje raar dat je dit ziet uitsteken, maar dit is eigenlijk de spanplek waar de mensen vandaan komen. En de mensen lopen dan richting de attracties, richting de entree. En ook de entree, die is er nog steeds niet. Moet ik ook nog steeds gaan maken. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de Dark Ride, want hier komt natuurlijk de locatie voor de Dark Ride. We hebben hier ook nog een hele grote attractie, een boerderijattractie. We hebben uiteraard ook nog twee hele grote attracties bij elkaar. En er komen uiteraard nog meer attracties. Maar wat ik wil gaan doen is ruimer bouwen. En wat bedoel ik daarmee? Ook af en toe grasvelden, bomen, plantjes, gewoon wat natuur. Mijn parken zijn heel vaak op elkaar gebouwd, op elkaar gepropt. Als een soort van hamburger, maar dan net dat je dat slablaadje net tussenuit ziet komen, omdat het zo fijn geplet zit. Niet normaal. Als je kijkt naar het terrein, we hebben echt heel veel de ruimte om lekker te gaan bouwen en uitgebreid te bouwen. Maar wat ik niet wil doen, dat is dat ik alles weer vol ga bouwen. Jullie kennen mij, elke sandbox game die ik maak, altijd alles vol. Maakt niet uit, alles volgebouwd. Attracties, oh daar kan nog wel een winkel, daar kan nog wel een steentje bij en wat bosjes en wat bloemetjes. En zo komt er elke keer dingen bij en bij en bij. Ik denk dat het verstandig is dat we ongeveer niet gelijk een indeling maken, maar dat we gaan kijken van welke attracties gaan we verplicht nog bouwen en welke locatie krijgt die attractie ongeveer. Het kan nog verschillen natuurlijk, maar wat willen we ongeveer gaan doen? Dit stuk is natuurlijk echt fantastisch, ziet er hartstikke mooi uit. Maar het lijkt me heel gaaf dat je aan de linkerkant juist weer heel veel omgeving ziet. Dus juist weer wat bomen en een beetje een natuurparkje. Dat dit eigenlijk een soort van de rand is van het park. Dat als je hier ook boven bent in de achtbaan, dat je mooi uitkijkt over een prachtig natuurgebied en niet gelijk weer een dak van een winkel, een dak van een souvenirkraampje, een dak van een andere attractie. Gewoon dat je bomen ziet. Heel belangrijk. En dan kunnen we daarachter, bijvoorbeeld hier zo in de hoek, kunnen we alsnog een attractie bouwen, weet je. Maar dat we gewoon hier aan de overkant een indeling maken met bomen. Kijk, zo snel doen we dat. Gewoon een kleine indeling. En dan kunnen we altijd nog zeggen dat we hier ook nog even wat leuks gaan maken. Er is plek genoeg, toch? Sowieso. Bepaalde attracties of achtbanen zijn geen verrassing meer voor de serie. Ik heb het al een paar keer gezegd in de afleveringen of in de voiceovers, in de podcast, dat we gewoon een houten achtbaan gaan neerzetten. Maar er zijn natuurlijk verschillende houten achtbanen. We hebben er 6. Een mouse hunt is leuk. Oprecht een leuk dingetje. Gewoon met z'n allen in een soort van bobsleekarretje achter elkaar. Scherpe bochtjes. Gewoon fun. Misschien dat we die ook nog een keer gaan plaatsen. Maar we kijken natuurlijk naar het echte werk. Gaan we gelijk voor een RMC? Eigenlijk niet, omdat we dat vaak bouwen. Ik wil gewoon een leuke, toffe, oldschool houten achtbaan. Ik denk dat ik dan kijk naar gewoon de Knarler. Ik denk dat dat gewoon een standaard goede achtbaan is. Leuke treintjes. Gewoon, maar deze, de Saphirus, dat vind ik ook een leuke. En dat komt eigenlijk puur door de karretjes. Maar ik weet ook dat als ik deze gebruik, de Knarler, dat ik ook gewoon de karretjes kan wijzigen. Maar deze is wel meer oldschool. Die achtbaan komt een beetje achter in het park. Tegen de buitenkant van het hele park. Dat is wel mooi. Want dan heb je natuurlijk een mooi uitzicht over het water. Want dat is natuurlijk ook gigantisch, het uitzicht vanuit de achtbaan. En aan de andere kant zie je dan een mooi overzicht van het park zelf. Dus je hebt eigenlijk aan twee kanten een spectaculair uitzicht. Denk ook aan de RMC. En Wildfire heet die dan. Ja, in Comarde Zoo. Die was ook, van de ene kant zag je het park. En aan de andere kant zag je een prachtig meer. Het was gigantisch. Het leek net een film waar je in zat. Dat is echt zo. Ook wil ik, en dat is ook geen verklapping of zo, dat je denkt van, ah Vincent, nou weet ik het. Jongen, had nou niks gezegd. Nee, dat heb ik al een keer verteld.
gaan wij een spookhuis neerzetten. En dan ga ik even kijken welke karretjes daar geschikt voor zijn. Ik denk dat er een aantal geschikt voor zijn. Dan heb ik het over bijvoorbeeld een interactive shooting ride. Dan heb ik het qua treintje, niet qua dat je gelijk moet schieten. We hebben het over een tracked motion platform. Dat is ook in principe voor een spookhuis, vind ik. Maar uiteraard, en een robotarm, ook leuk. Heb ik nog nooit gebouwd, is ook wel uniek. Een huntsman. Natuurlijk, gewoon een tracked motion platform huntsman. Dat is toch wel een beetje een soort van, ja, hoe moet je het zeggen? Een soort symbolica, maar ook spookhuiskarretje, vind ik persoonlijk. Zijn er nog andere treintjes die ik kan gebruiken? Ja, zeker. We hebben nog een Ghostbusters Experience, dat kan. En we hebben ook nog een Ghost Train. En nou denk ik dat ik toch dan ga voor die Hawks, die Ghost Train. Omdat ik die net even leuker vind dan die Tracked Motion platform. En ook omdat ik in mijn vorige park al een ik heb al zo'n Tracked Motion platform gemaakt. Maar ook omdat dit, ja jongens, bij zo'n Hawks, jongen, daar kan je zulke leuke scherpe bochtjes van maken. Dat is superleuk. En het lijkt me fantastisch om misschien hier dat spookhuis te bouwen. Gewoon hier in dat hoekie. Tegenover die, oh, en dan maken we hier een hele grote berg. Ik ben verkocht. Verkocht. Die zal ik daar alvast plaatsen. Dan hebben we in ieder geval een beetje een idee waar wat gaat komen. Toch? Dat is het idee. Dan laten we zo die berg lopen. Schuin. Omhoog. En dan kunnen we daar misschien ook wel die mooie druivenvelden op maken. En het is vooral heel gaaf dat je dan ook wat gebouwtjes tegen die berg aanzet. En dat je daar dan ook naar uitkijkt. Dus als je dan hier zo met een drop naar beneden gaat, dat je toch ook nog weer die hele mooie hoge berg ziet. En uiteraard wil ik meer van dat soort bergen in het park hebben. Weet nog niet precies de locatie daarvoor, wat het mooiste is. Sowieso, als we dit gebruiken voor de achtbaan, lijkt het me niet logisch om daar de berg te maken. Dus ik dacht eerst aan deze hoek. En anders misschien nog wel dit zijkantje. Dat we hier nog een hele mooie grote berg maken. Met op de bovenkant misschien wel een gebouw of een kerkje of zo. Dat lijkt me ook heel vet. Dat je eigenlijk vanaf het park altijd zo'n berg ziet met zo'n leuk kerkje erbovenop. Dat dat gewoon een soort van, ja, een gezichtsveld wordt voor heel veel plekjes rondom het park. Dat lijkt me wel leuk. Dus dan zou ik die ongeveer hier willen maken, denk ik. Zo. Er zijn nog best wel veel attracties. Maar het lijkt me leuk om toch in deze video iets aan te kondigen, iets nieuws. Wat we kunnen bouwen in dit park. En er zijn best wel veel attracties die ik al in het verleden heb geplaatst. Absoluut. Er zijn ook van die standaard attracties zoals een reuzenradje, een draaimolen. Dat zie je altijd wel terugkomen. Maar laten we eens kijken naar een attractie die we eigenlijk niet vaak zien in mijn parken. Maar toch heel leuk zijn. En dan denk ik dat ik misschien de Golden Eagle ga nemen. Dat vind ik oprecht gewoon een leuk ding. Vraag me niet waarom, maar dat is gewoon zo. En ik denk dat we die toren misschien wel heel leuk kunnen aankleden. Maar dat durf ik nog niet te zeggen. Vooral de bovenkantje, daar kan ik iets op gaan doen. En dat vind ik ook bijzonder. Dat we gewoon een custom attractie hiervan maken. Leuk idee. Dus bij deze een indeling maken voor deze attractie. En misschien wel hier ergens. Ik weet het. Ja, als daar de berg komt, is het misschien niet mooi om die attractie zo tegen die berg aan te hebben. Dat is een beetje het ding. En anders gewoon hier zo. Want dan heb je al een mooi overzicht van natuurlijk het hele gebied hier zo. En heel veel bossen. De berg. Ik kan hem ook in het midden plaatsen, maar daar hebben we het reuzenrad ook natuurlijk al voor. Ja, wat is nog meer een leuke attractie? Ja, ik vind zelf de genie is heel gaaf. Is oprecht heel vet. Die kunnen we ook heel tof gaan aankleden. Helemaal custom. Dat heb ik wel zin in. Maar ik vind dat karretje niet zo vet. Omdat het heeft al een bepaald thema. Dit is gewoon een vast thema. Arabië. En dan ben je zo gebonden aan zo'n thema. Dus dat wil ik niet doen. En dat moet ook een klein beetje passen binnenin mijn Duitse park. Dus ik denk dat ik deze dan niet doe. Kijk, dit is natuurlijk ook wat anders. Dit is een soort Tower of Terror idee. Een vrije vallift. Dit wordt echt een uitdaging. Maar als we dit gaan bouwen in een of andere, kijk, in deze stijl. Wat je hier ziet, dat is ook heel gaaf. Stel je voor dat we dit hier inbouwen zo. Dat is echt enorm. Dat is echt heel vet. En misschien wel hier in die hoek. Ik ga hem plaatsen. Of we hem definitief gaan bouwen, dat laat ik nog een beetje in de midden. Misschien dat jullie wat kunnen reageren in de comments. Een antwoord daarop van, ja,
Zouden jullie dat vet vinden als ik zo'n attractie bouw? Want dat heb ik nog nooit gebouwd in mijn pretparken. Nog nooit, dus het is wel heel uniek. En dan wil ik dus deze stijl gaan aanhouden. Deze stijl wil ik dan ook die torens in gaan bouwen. En ik denk dat dat echt reusachtig wordt. Als dat klaar is, en natuurlijk minder eentonig, want er komen nog raampjes in. Er komen nog lantaarntjes aan te hangen, weet je wel. Maar een beetje dat hout en die steenstijl, als we dat gaan gebruiken voor dat, dat ziet er wel echt bazig uit, denk ik. Dus vandaar dat ik zo'n attractie even daar neerzet. En het valt ook wel redelijk goed op. Zo'n hoge toren erboven is wel gaaf. Is echt heel gaaf. Nog even kijken of we nog misschien een attractie kunnen plaatsen die ik sowieso wil gebruiken binnenin mijn park. Ja, kijk, zweefmolen hebben we al. Een draaimolen. We hebben natuurlijk de Grand Carousel. Dat is altijd wat groter dan die standaard. Is ook mooi. Dit zijn de botsauto's. En ik zit nu te denken, hoe kunnen we ervoor zorgen? Het kan. Hoe ga ik ervoor zorgen? En dat lijkt me echt een uitdaging. Dus ook even met jullie overleg. Als we deze hele attractie gaan strippen. Dus dat we hem helemaal een soort van, nou, we kunnen hem niet kaal maken, maar we kunnen wel objecten eroverheen bouwen. Stel je voor dat we deze attractie in een Duits thema gaan aankleden. Dat lijkt me en een uitdaging. En ik denk ook dat het heel mooi eruit gaat zien zodra het af is. Dan zijn we een beetje van die kermiskleur af. En dan ga ik gewoon proberen om hier iets van te bouwen, maar dat we toch de botsauto's gewoon houden. Gewoon standaard. Dat lijkt me wel heel vet. Dus ik ga deze gewoon plaatsen, omdat ik denk dat het wel vet is om deze aan te kleden. Op een hele leuke Duitse manier. Ik heb nog geen locatie, maar ik denk dat we hier ook nog wel dingen moeten gaan bouwen. Dus ik doe hem eventjes voor nu hier zo. Dat is nog niet definitief de plek, maar daar hebben we in ieder geval een beetje een indeling gemaakt. En dat is belangrijk. Ik denk dat we er goed aan doen om de meeste attracties custom te maken. Dus dat we eigenlijk, wat ik bedoel, voor de mensen die het niet snappen of niet weten wat ik bedoel. Ik doe maar wat nu, hè. Dat is zomaar een idee. Kijk, dat we gewoon een dakje erbovenop doen. Ik heb vaak het gevoel bij zulke attracties dat het een beetje op de kermis kan staan en niet echt in een pretpark. Natuurlijk is het leuk, al die lampjes, al die toeters en bellen eraan, maar ik denk dat het veel leuker is als wij die paal gewoon een soort van kunnen veranderen en dat we iets wits ervan kunnen maken. Of misschien wel met rood erbij, of misschien wel een beetje in de stijl van wat ik daar heb gemaakt met die lijmplaster en zo. Nou, deze is sowieso te groot, dat zie je al gelijk. Kijken we even bij shapes. We hebben een kubus smal. Ik denk dat die weer te klein is en dat deze weer te breed is. Dus wat je dan moet gaan goochelen, dat is het volgende. Ja, dit is best lastig hoor. Dit is echt lastig. Want je wil, eigenlijk wil je die ketting wil je houden. Al die kettingen die erop zitten. Al die kleine richeltjes en zo. En dan plaatsen we hem weer eventjes terug naar zo. Het is heel moeilijk klikken, want hij selecteert heel snel die attractie. Nou, en deze gooi je dan naar boven. En dan zal ik een klein stukje voordoen. Ja, je ziet het al gelijk. En als wij dan natuurlijk veel meer details erop gooien, dus denk aan nog extra kabeltjes en weet ik veel, misschien een lantaartje of zo. Nou, dat moet je niet doen, want dan komt natuurlijk dat bakje er tegenaan. Moet eigenlijk zoveel mogelijk vlak blijven. Maar dan maken we deze toren gewoon echt vrij uniek. En ook niet meer zoals het nu ziet met al die lampjes. Dan zie je gewoon een mooie witte paal en dan kunnen we altijd nog een paar lampjes in doen of wat dan ook. Maar dat ziet er wel weer beter uit dan natuurlijk zo'n standaard toren. En dat wil ik ermee zeggen. Volgende week hebben wij weer gewoon een podcast. Dus maak je niet druk. Komt allemaal dik in orde. Het is af en toe gewoon een verrassing. Of je krijgt een podcast. Of je krijgt gewoon zo'n kletsvideo continu. Lekker kletsen over toekomstplannen of wat dan ook. Laat dan vooral ook even een duimpje achter voor deze video. En vergeet ook niet te abonneren. Dat kan je doen door op abonneren te klikken. En op het belletje om geen één video te missen op mijn YouTube kanaal DaVinci Games. En tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Ik zie je dan. Doeg!